Terwijl de senioren van het Amsterdamse AAC trainen in hun plaatselijke krachthonk op Sportpark Ook Meer in Amsterdam-West, doet ook Yvonne Hak daar haar oefeningen terug van weg geweest. Gewoon weer terug topsporter zijn en hard trainen. Dat klinkt heel simpel en dat is het in principe ook. Trainer van Hak is Frans Thuis, de trainer van Ellen van Lange, toen ze in 1992 goud won op de Spelen van Barcelona. Thuis vindt Hak een andere atleet dan van Lange. Ze kan een wat langer en wat hoger tempo volgen, maar is iets minder explosief. En Ellen was duidelijk iets minder vanuit het duurvermogen en iets explosiever. Van Lange won goud. Het doel van Hak is voorlopig weer aanhaken bij de internationale top. Nou, dit jaar internationaal meedraaien is haalbaar. En dan moeten natuurlijk de komende 4 maanden niks geks gebeuren, want deze maanden moeten gewoon absoluut optimaal getraind worden. Korte termijn is dit jaar is er dan een EK outdoor in Zürich. Dus dat is voor dit jaar het belangrijkste doel. En dan op de lange termijn kijken we natuurlijk naar 2016 Rio, de Spelen. Hak is terug en wil laten zien wat ze kan. De komende maanden zijn daarvoor cruciaal.